Nog even herhalen. 71, 2, 35, 86, 47, 42, 77, 19, 1 en 89. Zijn er nu al mensen met meer als één lijn uit? Nog altijd niet. Zo dus, Patrick, het woord is terug aan u. Wij zijn toe aan proef 6 en dat is de medley. De kandidaten die gaan 10 melodieën trachten te herkennen. Gespeeld door René Jonkheren. Mag ik een beetje licht op René, alstublieft? René Jonkheren, dat is iemand die samen met Herman van Herp, onze andere orgelist, de kopstukken uitmaken van het bekende Mechelse orkest, dansorkest The Lords. Mag ik even een applaus voor die mensen, alstublieft? Daar gaan we met nummer 1. Ja. Antwoord moet onmiddellijk komen. Stop, melodie stoppen. Antwoorden. The Rose van Bette Midler. The Rose, inderdaad, van Bette Midler. Juist. Dat klopt. 5 punten voor Luc en François. Ja. Micro werkt blijkbaar niet. Juist. Het antwoord is juist. Het antwoord is juist. Het is Ik ben zo eenzaam zonder jou van Wiltura. Ja. Keep on smiling. Keep on smiling, inderdaad. Juist. Ja? To all the girls I loved before. Inderdaad, to all the girls I loved before. Jawel. In the summertime. Wat zegt u? In the summertime. In the summertime, yes. Inderdaad, jury. Dat klopt. 5 punten erbij voor Luc en François. Ja, Jan. Feelings. Feelings, inderdaad. Ook nog de file van André van Duin. Hè. Nog even verder. Ja, ja toch, Luc? Dat van Nicole is een beetje vrede. Een beetje vrede, ja, 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 ja. 5 punten erbij, ja. Ja, Luc? I just called to say I love you. Inderdaad, I just called to say I love you. All at once. Yeah. All at once, juist. Van Whitney Houston. 5 punten erbij voor Jan en Sylvia. En onze laatste melodie. Jan? U weet het niet? We are the world. Ja, yeah, we are the world. Toch nog 5 punten voor Willemien en Hilde. Ja. Jury, kunnen we onmiddellijk overgaan tot... Ja, dat brengt de stand voor ploeg Luc en François. 20 punten bij is 172. 172 voor Luc en François. 5 punten bij voor Willemin en Hilde. 5 erbij voor Willemin en Hilde, dat maakt. Dat is 157. 157. En 25 punten bij voor Jan en Sylvia en die komen op 170. 170 voor Jan en Sylvia. Nog 1 enkele proef te gaan. Ja. Terwijl dat Freddy voor de laatste maal zijn bingo-troeven in handen zal nemen, gaan er 3 van de 6 kandidaten verdwijnen in een auto die geparkeerd staat achter het parochiecentrum. 3, en die horen dus niets, maar absoluut niets, van wat er hier binnen gebeurt. De rest vertel ik u straks wel. Nu over naar Freddy. Patrick. En zoals Patrick al heeft gezegd,
Nu de laatste 10 nummers. Licht alstublieft. Het eerste nummer van de laatste trekking is 48 even herhalen. 18, 76, 84, 57, 70, 15, 24, 90, 48 en 22. Maar geef onze beste vriend en oud-wielrenner Jeff de Schoenmaker een hartelijk applaus omdat hij naar hier is gekomen. Bedankt, Jeff. De ultieme proef. Die proef die heeft de veelbelovende naam partnerkennis. De drie kandidaten die op het podium zitten krijgen 5 situaties voorgeschoteld. En daarvoor moeten zij antwoorden. Wat zou je doen als dit of dat gebeurt? Genoteerd? Lijkt een moeilijke proef, hè? Ja. We gaan gewoon verder met de situaties. En we roepen ze daarna binnen. Alle drie tegelijk. Ja. Oké, situatie nummer 2. Of zal hij het roer, het is te zeggen, het stuur in handen nemen zelf? Wat zal hij doen? Hij gaat het kapen. Hij gaat het kapen, ja. Osma. Wat gaat Osma doen? Met de parachute, dat denk ik niet, want dat zou, dan zou het rap beneden zijn. Dat zou nog rap beneden zijn, ja. En stuur in handen nemen, ze kan nog in mijn auto rijden, dat zal ze dus ook niet doen. Dus ze zal het kapen. Ook kapen, mogelijkheid B dus ook. Ten slotte voor François. Ja, ook kapen. Allee, vooruit, we zitten hier met een hele hoop kapers op de kust. We gaan dus nu de kandidaten, alle drie, tegelijk hier binnen verwachten. De andere kandidaten gelieven te verdwijnen van het podium en uw papier mee te nemen dat u genoteerd hebt eventueel. Wel, ik ga u 5 situaties voorschotelen. En dan moet u maar uitmaken wat u zou doen in geval van. U krijgt 3 mogelijkheden. A, B of C. Vliegtuig kapen en het terug naar Brussel sturen? Of gaat u C? Het roer, het is te zeggen, het stuur zelf in handen nemen. Wat gaat u doen, Jan? C. U gaat C en dat? Fout. Is fout, want dat was? B. U zou het vliegtuig kapen, Jan. En nu, Willemin? Ik zou het ook kapen. U zou het ook kapen en dat? Ja, dat is juist. Dat klopt, hè. Toch nog 10 punten voor Willemin erbij. En ja, Luc? Mijn broer houdt van avontuur, dus B, denk ik. Ja. U zou het ook kapen en dat klopt, hè, inderdaad. De proeven zitten erop. Luc en François krijgen 10 punten bij. Die 10 komen punten erbij. Op 182. Willemin en Hilde komen op 177. En dan Jan en Sylvia krijgen er nog 10 bij. En die eindigen met 210. Ja. Jawel. Ja. Ja, Barend. Ja, mag Jan ik de en 3? Sylvia. Dus dit jaar Carina's muzieksterren, als het ware, in het meervoud. En de andere 2 ploegen, die sturen we dus ook niet met lege handen naar huis. Ook zij een regenscherm van Appels Electro Cado. Uit de Befferstraat in Mechelen. Dan nog een etentje geschonken door restaurant Pradel op de Lierse Steenweg in Sint-Katlijnen-Waver. Een aankoopbon en een breiboek, hoe je dus moet naaien, krijgen ze van breigoedwinkel De Jutter. En dat was niet de oude Brusselstraat, zoals ik al zo dikwijls zei, maar wel op de Brusselpoortstraat nummer 6 in Mechelen. Een fles wijn van Radio Carina en een gratis consumptie in de Bodega. En ik denk dat we daar vannacht nog een stukje gaan vieren met de finalisten van vanavond. De muziekster van Carina 1985. En ik ga hen even de prijs overhandigen. Komt u even bij mij. Wat lief! Och, tegen niet waar. Daar gaat het service. Een service. Het is niet waar. Ah, rode kaart voor mij. Vlieg van het podium. Dan door nog maar één erbij. Maar je hebt nog een tv en je hebt nog een diepvries, koelkast.
met diepvrieswak, een televisie en ja, we hebben er dan nog maar een servies bovenop gedaan. Maar het echte, hè? Niet echt. Nog eens een hartelijk applaus alstublieft voor de muzieksterren van 1985. En mogen wij vooral niet vergeten van vanavond onze hoofdsponsor, het servies, het echte dan, de koelkast. Dus alle prijzen geschonken door Appels Electro Cadeau, dat verdient ook een applaus. Ik moet de jury bedanken, de jury die daar achteraan verdoken zit, achter de kandidaten. Nog eens een applaus voor Frank Vermeulen, René Verret, mevrouw Appels, Schepen Eddy Verkamme en Beatrice van Herk. Ook de kandidaten, vreed bedankt dat jullie zoveel moeite gedaan hebben, zoveel moeite aan de dag gelegd hebben om het hier vrolijk te maken voor ons. Want zonder hen en zonder al die andere medewerkers achter de schermen, ervoor, overal, zou ik hier maar alleen in mijn blootje gestaan hebben. Dus nogmaals, het is dankzij Radio Carina dat hier weer een prachtig feestweekend afgesloten wordt. Dat ga ik niet laten vallen. Waar zit Jan? Dat is een deel van het servies. Prachtig. Mag ik de kandidaten nog even op het podium houden? Goedenavond mevrouw, een goeie avond meneer. Wij zijn weer terug bij jou, voor de tweede keer. De zenuwslopend gedoe, dat geven wij wel graag toe. Hier in dit prachtdecor, jawel, van de Elzenstraat. Gaan zij het maken, als muziekster, dat staat ook vast. Geef hen de diepvries maar mee, en ook de tv. De kandidaten staan klaar, jawel ik zeg u voorwaar. Het zijn zo'n Spin, Rudy en Jan, als het even kan. Het is de muziekster van Carina, ook dit jaar met Wilhelmina en zelfs met Luc, Jo, Ann en Frans. Zij gaan het maken. Als muziekster, dat staat op vast. Geef hen de diepvries maar mee, en ook de tv, en ook het servies. Dat is toch niet mis? Daar zijn zij aan toe. Het is hier dat het gebeurt. Hier in de Elzenstraat, jawel, dat staat toch vast. En als zij het nu niet doen, dan krijgen ze ook geen zoet. Het is de muziek ter op. Dank u.